Nanja, die jarenlang verslaafd was, mocht ik mee naar een wekelijkse meeting voor ex-alcoholverslaafden. We maken er een topic meeting van. Dat wil zeggen dat ik een aantal onderwerpen zou kiezen. Onhanteerbaarheid, negativiteit en schaamte. Schaamte heeft me gebracht dat ik er bijna niet meer was. Om die schaamte te onderdrukken in plaats van aan te pakken. Om mezelf te accepteren wie ik ben, hoe ik eruit zie, dat dat oké is. Voor mij is topic schaamte wel een hele goeie. Niets of niemand mocht weten van het probleem wat ik had. Ik zou heel erg graag willen dat ik eerder ergens iets van moed had kunnen hebben om onder die schaamte vandaan te kruipen en om hulp te gaan vragen. Want dat heeft mij tot het punt gebracht waar ik nu ben. December is voor mij een gevoelige maand. Want vorig jaar december zat ik eigenlijk op de max van mijn verslaving. Omdat ik me helemaal niks waard vond. En wat ik heb kunnen doen in herstel is heel langzaam gaan bouwen aan mijn eigen waarde. Ik ben me langzaam echt wat waard gaan vinden. En waarom ook? Omdat de mensen om mij heen, met wie ik aan deze tafel zit, dat mij doen hebben gaan geloven. En ik weet, ik ben nog maar net begonnen. Dus ik gun het iedereen om uit zijn schaamte te stappen, in het licht te gaan staan en van jezelf te gaan houden. Dank je wel. Wat ik zo ongelooflijk nodig heb, dat zijn jullie, dat ik iedere week hier naartoe kan om mijn ei kwijt te kunnen. Om te zeggen wat voor mij moeilijk is geweest. Bij mensen die mij altijd serieus nemen, wat ik ook zeg. Het gevoel dat ik me niet meer hoef te schamen is zo ongelooflijk een bevrijding. Want alles wat ik nu doe, sta ik achter. Daar kom ik er nog heel even tussen. Ik ben heel dankbaar dat jullie dit hebben willen delen. Ik vind het heel mooi om te zien hoe jullie zoveel steun bij elkaar vinden en je leven weer hebben opgepakt na alles wat jullie hebben meegemaakt. Sorry hiervoor. Misschien zijn misschien nog een beetje hormonen. Denken jullie dat de maatschappij zeg maar de gevaren van alcohol onderschat? Absoluut. Ja? Absoluut. Wat ik een mooie uitspraak vind, is dat alcohol eigenlijk de enige verslaving is waarvoor je moet verantwoorden als je het niet doet. Doe toch niet zo ongezellig? Ben je nou nog steeds? Ja. Ik vind het geweldig om te zien wat een stel stoere wijven jullie zijn, dat jullie het allemaal zo hebben opgepakt. En dat jullie elkaar hebben. Dank jullie wel daarvoor. Dank je wel. Dank je wel.